Afgelopen weekende is bij het AVRO-gebouw in Hilversum het beeld Belofte geplaatst. Deze momentopname uit een duet van een verliefd paar is deze zomer geboetseerd door de Nederlandse beeldhouwer Kees Verkade. Verkade zet met dit beeld de beweging door die 37 jaar geleden werd ingezet door de zaaier van Pieter Starreveld, die sedert 1951 aan de gevel van het AVRO-gebouw prijkt. Wiebel van der Linde filmde de schepping van Verkades beeld en portretteerde aldoende ook de kunstenaar. Een kleine kopie van het beeld zal ieder jaar als aanmoedigingsprijs worden gegeven aan een jong, veelbelovend Nederlands talent. De eerste prijswinnaar was afgelopen zaterdag Frits Landesbergen. En u hoort dan ook zijn muziek onder de nu komende reportage De Wereld van Kees Verkade.